Wat zal er in zo'n komen? Daarvoor ben ik te veel verweegd. Vlaamszanger Raymond van het Groenewoud is in de eerste plaats een rocker. Dat bewijst hij met deze gitaarsolo in de Roma in Borgerhout. Samen met honderden fans viert hij vandaag zijn 65ste verjaardag. Het is niet het moment om te zeuren over wat er fysiek achteruit gaat. Ik val ook aan de kant van de gelukkigen wat dat betreft. Maar achteruit gaat het natuurlijk. Nooit zal ik ze benijden, omdat ik van je hou. Het wordt een verjaardagsfeest vol verrassingen. Ik ga in op het verzoek van Tine Rijmer om een keer een duet te zingen. En er zijn de pas ontdekte dansende meisjes van het Schoonvertier. Die komen ook voor verrassingen zorgen. Meisjes, ze zijn een andere soort, meneer. Acteur Warre Borgmans mag Meisjes meezingen. Het nummer waarvan het Groenewoud mee doorbrak. Oh, meisjes. S'nachts kwam dat zo ineens op van die twee lettergrepen, meisjes. En toen voelde ik direct, ja, dat is het ei van Columbus. En dan moest ik het natuurlijk nog verder invullen, maar toen wist ik, nu ben ik vertrokken, nu heb ik alles ineens. Oh, la, 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 meisjes. En ik vind eigenlijk wel naar het ongelooflijke neigen dat als je mij zou vragen, je mocht optreden met muziek, wat gaat je dan graag spelen? En dat ik dan besef naar mijn persoon toe, mijn eigen repertoire. Van het Groenewoud zingt graag over de liefde, maar hij is dan ook geboren op Valentijn. Ik ben geboren op de dag van de verliefde. Ja, dat klopt, ik voel dat. Ik heb veel tijd gespendeerd aan verliefd zijn en liefde krijgen. Je hebt geen gefrustreerde mens voor u. Ik denk dat ik, zoals in het liedje, Schandalig Content, dat ik wel degelijk door de liefde verwend ben. Op zijn 65 barst van het Groenewoud nog van levenslust. Voor mij betekent die 65 eigenlijk nog veel symbolisch. Ik durf niet tegen mezelf zeggen, je bent er vanaf van een moeilijk te omschrijven verantwoordelijkheid naar het werk toe. Ik ga het liever doen, denk ik. Voortaan speelt Van het Groenewoud dus enkel nog voor het plezier. Schandalig! Schandalig content. Dit concert is de aftrap van de Club 65-tournee. Wie ook wil gaan kijken, kan dat nog in Heist op den Berg, Kalmthout en Geel.